Like de video terwijl je je wijsvinger op je kin houdt. Ik daag je uit. Vandaag ben ik in Brookhaven met een reden. Ik ben hier om regels te overtreden. En voor de eerste regel ga ik de supermarkt in. En nee, ik ben hier niet om boodschappen te doen. Ik ben hier om te slapen. Oh my gosh. Ja, het is niet toegestaan om in de supermarkt te slapen. Maar wel heel handig, want als ik nu wakker word, kan ik letterlijk een chipje eten en weer lekker gaan liggen. Dat was de eerste regel. En nu ik hier toch ben, regel nummer 2. Een karretje meenemen en niet meer terugbrengen. Oh man. En de volgende regel kan niet altijd. Het is namelijk jezelf verstoppen in de kerstboom. En niet alleen dat, ik ben er letterlijk aan het slapen. Een dutje in de kerstboom. Voor de volgende regel moet ik bij de kapper zijn. Het klinkt misschien raar, maar let op. Ik heb een nieuw kapsel. En dit kapsel is niet toegestaan. Het hangt namelijk bijna helemaal voor je ogen. Waardoor je bijna niks kan zien. En dat is gevaarlijk. Wauw, ik ben moe van al die regels overtreden. Maar we zijn nog niet klaar. Ik stap namelijk mijn auto in. En terwijl iedereen slaapt... Oh man... Het spijt me, jongens. Ik wil jullie niet wakker maken, maar ik overtreed gewoon de regels. En de volgende, daarvoor heb ik deze fiets nodig. Ik ga ermee naar de autowasserette. Een plek waar je je auto wast. En een van de regels is dan ook dat je er alleen met een auto in mag. En ik zit op de fiets. Oh nee, ik ben nat. Shampoo in mijn oog. Oké, deze regel vond ik niet zo leuk om te overtreden. En voor de volgende regel die ik overtreed, ben ik een pizzabezorger. En ga ik met mijn pizza naar de persoon die dat heeft besteld. Alleen niet om het af te leveren. Oh, dit is echt beschamend. Deze dude heeft namelijk de pizza besteld. En ik eet het voor zijn neus op. Hij gaat ook gewoon weg. Ik zorg ervoor dat je ontslagen wordt. En hij gaat er vandoor. Hé, ik moet zeggen, het is lekkere pizza. Goed gekozen. En diezelfde dude die er nu vandoor gaat, rijdt met zijn auto de garage in. En dat is een mooi moment voor ons. Om stiekem bij hem naar binnen te gaan. Nog een regel is... Is namelijk dat je nooit de cadeautjes van iemand mag stelen. Een telefoon. En nu we hier toch zijn, nog een regel. Je mag nooit een feestje houden. Op de wc. Voor de volgende regel die ik ga overtreden, moeten we naar de Brookhaven school. En daarna naar de Brookhaven cafetaria. Dan nemen we een drankje mee, een zakje met chips. Een hele duidelijke regel in de school is namelijk dat je absoluut niet mag eten. In het klaslokaal. Ik ben zo blij dat er geen leraar is. Nog een regel. Je mag nooit naar het kantoor van de directeur wanneer de directeur er niet is. Want als je dat namelijk doet, even kijken. Ik heb het. Dan kan je stiekem de toetsantwoorden lezen. 4A. Ik ga een 10 halen. Maar we gaan snel weg. Want voor de volgende regel moet ik naar het postkantoor. Eerst even omkleden. Ik ga hier namelijk naartoe om te doen alsof ik hier werk. Terwijl ik eigenlijk, even kijken, wat zit hierin? Stiekem een brief ga lezen. Volgens mij is dit een liefdesbrief. Ik hou zoveel van je. Het liefst zie ik je elke dag. Je glimlach, je karakter, je sla, je tomaat, je knapperigheid, met knoflooksaus of met chili. Jij bent mijn liefste taco. Hé, hey, dat is mijn brief. Stop ermee. Sorry, Bob. Voor de volgende regel moet ik hier bij het Brookhaven ziekenhuis zijn. Er is namelijk iets wat je absoluut niet mag doen. En dat is doen alsof je een dokter bent. Dat zou namelijk nog wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Hé, hey, wat is dat? Dat ziet er creepy uit. Auw. Oh nee, dit was geen verstandig idee. Ik had deze regel niet moeten overtreden. En het is alweer nacht. Ik heb de hele dag de regels overtreden. Maar klaar zijn we nog niet. Maar laat in de reacties weten. Moet ik ook eens een keer Brookhaven spelen en alle regels volgen? Dat lijkt me eigenlijk ook best wel lastig. No way. De slee van de kerstman. Oké, als er iets is wat niet mag, dan is het de slee van de kerstman stelen. Ho, ho, ho. Oh my gosh. Toen ik van plan was deze video te maken, dacht ik niet in de slee van de kerstman te gaan zitten. Maar dit is wel het perfecte moment voor het volgende. Bommetje! Zwemmen in een zwembad, wat niet van mij is. En over een zwembad gesproken, Brookhaven heeft zelf ook een zwembad. Met één regel. Je mag absoluut niet eten in het zwembad. Oh, de volgende mensen die hier zwemmen zitten tussen de tomaat, kaas en sla. En taco? Nee, Bob. Dit is een burger. Er zijn ook andere dingen die je kunt eten in plaats van taco's. Maar klaar ben ik nog steeds niet. Ik ben een beetje zenuwachtig. Voor de volgende regel gaan we naar het vliegveld van Brookhaven. Er is namelijk iets wat je absoluut niet mag doen. Het vliegtuig is er. Wanneer je in het Brookhaven vliegtuig zit. En dat is... naar beneden skydiven zonder parachute. Oh. Ik heb wel een parachute. Om eerlijk te zijn... Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Gelukkig heb ik deze regel niet overtreden. Voor de volgende regel gaan we naar het Brookhaven Hotel. Dat is er maar één. Namelijk hier. Oké, even inchecken. Perfect. Er is namelijk iets wat je absoluut niet in het hotel mag doen. Namelijk op het bed springen. Oh, dit is zo leuk. Ik vraag me af waarom dit niet is toegestaan. Oké, ik ga uitchecken. Oh ja, de volgende regel. Je mag absoluut niet meer dan 3 blikjes met cola achter elkaar drinken. Oké, dit is blikje nummer 2, blikje nummer 3 en blikje nummer 4. Dude, ik vraag me af waarom dit niet is toegestaan. Ik bedoel, het is toch maar een colaatje.
Ik voel me niet zo lekker. Ja, het is wel duidelijk dat sommige regels er ook zijn om ons juist te helpen. Maar geen tijd om me niet lekker te voelen. Er zijn meer regels te overtreden. Wacht eens even. Dit is de echte kerstman. Oh man, zou die weten dat ik zijn slee heb meegenomen? Waarschijnlijk niet. Ho ho, wacht eens even. Ja? Heb jij mijn slee gestolen vannacht? Oké, sorry, ik zal het niet meer doen. Omdat je eerlijk bent, krijg je een cadeau. Wauw, een cadeau van de kerstman. Wat kan daarin zitten? Serieus. Een stofzuiger. Ben ik nou serieus aan het stofzuigen in de sneeuw? Oké, eigenlijk, het is wel terecht. Ik heb zoveel regels overtreden. Ik had ook niet kunnen verwachten dat ik een mooi cadeau kreeg. De volgende regel die we overtreden heeft te maken met de brandweerkazerne. Namelijk een brand blussen. Terwijl er geen brand is. Eigenlijk best wel logisch, toch, dat dat niet de bedoeling is. Maar we zijn nog steeds niet klaar. Heb jij de kerstman gezien? Ja, ik heb de kerstman gezien. Die was in de buurt van het zwembad. Ik heb de jongen gevonden die zijn slee heeft gestolen. Oké, je hebt gelijk. Ik moet er vandoor. Ja, die slee stelen, dat was het minst handige van allemaal. Gelukkig ben ik hier veilig, dus ik zet de open haard aan en... Oh! Wat doe je hier? Jij hebt de slee gestolen. Dat was ik niet, oké? Dat was iemand die op mij leek. Tenminste... soort van. Om de volgende regel te overtreden moet ik hier in deze kledingzaak zijn. Ik heb namelijk wat nieuwe kleding uitgekozen, maar ik reken niet af. Wacht even. Dat is het alarm. Oh nee! Sorry agent, het spijt me. Oké, ik ga al. Ik zal het echt niet nog een keer doen. Oké. Nou, de agent die heeft me hier... Wacht eens even, er is een wc. Vers uit het riool. Ontsnappen uit de gevangenis, ja, dat is ook tegen de regels in. En nu we hier toch zijn... Dit is een mooie politieauto! Ik vind de regels overtreden stiekem wel een beetje leuk. Maar nu ben ik extra benieuwd. De regels volgen is volgens mij heel lastig. Je moet rekening houden met de verkeersregels. Dus bijvoorbeeld een duik nemen in het zwembad. Dat mag niet op deze manier. Oh nee, daar hebben we de politie weer. En hij is boos. Nee, rustig, het spijt me. Oh, hij ziet zijn auto hier liggen. Weet je wel hoe duur die was? Ik weet het niet en ik wil het niet weten. Oké, ik moet mezelf vermoorden. En ik ga dus weer een regel verbreken. Namelijk doen alsof ik een baby ben. Kuchigara, ik was het niet. Een baby kan geen auto stelen. Oh, deze dag was geniaal. En dat brengt me gelijk bij de volgende regel. Een baby mag namelijk niet auto rijden. Ik ben de snelste baby ter wereld. Pak me dan als je kan. Tijd voor een ander spel. Ik kan mezelf gewoon super groot maken. En dan spring ik hier toch gewoon overheen. Dan hoef ik heel Dolf niet te doen. Oh man, dit spel is perfect voor valsspelers. Maar dat is op zich wel handig, want nu ben ik weer mijn normale grootte. En dat is eigenlijk op dit punt wel echt perfect. Oh, er staat hier random een bureaustoel. Wacht even, kan ik hier ook op zitten. Als ik echt super, super klein ben. Wacht, dat wil ik uitproberen. Ik zit letterlijk nog steeds op die bureaustoel. En wat als ik dan nu ineens heel groot word? Dan zit ik er letterlijk nog steeds op. Alleen, de bureaustoel is nergens meer te bekennen. En ik ben af. Oké, kijk, dit is weer een goed voorbeeld van iets waar je eigenlijk niet te groot voor wil zijn. Dus ik denk dat mijn lengte nu perfect is. Nou, hier geldt hetzelfde voor. Als je hier te groot bent, ben je letterlijk gelijk af, omdat je op de laser staat. Oeh, wacht even, ga ik dit kunnen? Ja, dit ga ik net aan kunnen. Misschien had ik beter iets kleiner kunnen zijn. Oké, hier wil ik iets kleiner voor zijn. Ik doe 0,7. Dat is gewoon net even een klein stukje kleiner dan ik normaal ben. Zodat ik hier onbezorgd doorheen kan rennen. Kablam. Abonneer voor meer en adios.